allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. In deze nieuwe video ga ik iets doen wat ik nog nooit in mijn hele leven heb gedaan, zeg maar, op YouTube. In die 4 jaar dat ik YouTube doe heb ik nog nooit een planner video gemaakt. Ik moet nog wachten op een planner. Ik zat even te twijfelen, zal ik die bestellen van Masha, zal ik die doen? En uiteindelijk heb ik toch de keuze gemaakt om die van Masha te bestellen. Hij is super mooi. Oh, de bon. Hij is super mooi. Hij is baby blue. Wil je nou zien, zeg maar, een uitgebreidere versie van de, hoe echt de planning binnenkwam? Dan zal ik je even doorlinken naar de vlog. Die staat ergens online op mijn kanaal. Linkje in de beschrijving. Maar ik dacht, laat ik hem gaan invullen met jullie. Iedere week een soort van plan video. Ik ben er super blij mee. Ik heb hem net binnengekregen. Maar als je deze video ziet, is het alweer een week geleden. Dus ik heb hem nu een week. En ja, ik ga hem lekker met jullie invullen. En we gaan kijken hoe deze week planning mij gaat bevallen. Ik ga het als volgende aanpakken. Ik ga, zeg maar, door middel van afspraken en school en zo ga ik er allemaal inzetten. En door middel van mijn telefoon ga ik de afspraak op de telefoon hierin gooien. Lekker lange intro, maar dan weet je het ook. Ik ga nu met jullie mijn weekplanner invullen, dus let's go! Ik ga heel even mijn telefoon wegleggen, want die hebben we zo nodig voor de afspraken. Maar ik ga hem eerst openmaken met jullie. Nou, dan heb je hier mijn naam en dan heb je hier een notitieboekje. En die ziet er zo mooi, zo vet. Hier kan je alle kanten mee op. Die gebruiken we ook voor in de planner. Dan sla ik de planner open. Dat vind ik ook wel heel fijn. Nou, de maandelijkse planner die vul ik later in. En dan gaan we nu naar deze maand. Wat mijn idee is, is, zeg maar, ik maak een kopje YouTube, school en ja, privé dingetjes. Dus dat ga ik nu doen. Het is maand. Even kijken, dan gaan we naar achter. Want hierachter heb je ook allemaal stickertjes. Kijk, superleuk. Het is december. Ik leg er even wat tussen, want dan weet ik dat. Oké, ik ga nu een sticker pakken van december. Super leuk. Dan sla ik de bladzijde weer om. Hou ik dit weg. Zo. Dan heb ik hier de sticker van december. Die plak ik hier op. Zo. Die zit. En het is nu 15 december. En dat is vrijdag. Dus dan ga ik 18 december. Doe ik dat goed? 18 december is het de maandag. Dus ik ga hierboven alle datums schrijven. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb dit even doorgestreept omdat er 20 stond en dat is de 21ste. Dan gaan wij door met de 22ste, 23 en de 24. Oké, dan hebben we alle datums hebben we erbij gezet. Dan is het nu tijd om de grote delen, dus zeg maar dit, op te gaan delen in categorieën. En dat gaan wij ook doen. En daar doe ik even dit blaadje ervoor. Dan doen wij dat met, even kijken, dan gaan wij doen met deze pagina. Deze pagina, wow. Dat gaan we doen met deze pagina. En deze zijn, zeg maar, stickertjes. Dus ja, die gaan we er nu op plakken. Ik ga voor, even kijken, welke maand is dit? Die hele mooie. Nou, ik ga lekker voor paars.
voor paars. Even kijken hoor. Die kaart is weer weg. Nou, dan heb ik hier een stickertje. Die plak ik zeg maar hier. Gewoon echt op het midden. Zo ontzettend gaaf. Dan doe ik hier, YouTube, of nee, hier doe ik school, hier doe ik YouTube en hier doe ik wat andere dingetjes. Maar ik had bij zo'n YouTuber gezien, die had zeg maar hier bij de notities, had ze de YouTube grounder gedaan. Dat betekent dat in dat hoe groot je wordt op YouTube. Dus ik ga hier schrijven van met welk abonneegetal ik ben begonnen. En welke ik ben mee geëindigd. Want dan zie ik precies hoe groot mijn YouTube kanaal gaat worden. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik nu overal die balkjes neergezet. Superleuk. En ik ga nu de hele week invullen. Maar ik denk dat ik dit ga versnellen. Want anders wordt het echt een video van een half uur. En daar hebben jullie misschien ook geen zin in. En bij de notities die hier op de andere pagina staan die jullie niet zien, ga ik even al mijn video ideetjes noteren wat ik wil gaan filmen. Maar eerst de maandag en dit wordt wel een hele leuke week. Dus ik ga nu alles opschrijven en versnellen en let's get started. Dit is de planning geworden. Ik ben er eigenlijk best wel blij mee hoe mooi het is geworden. En ik ga er heel snel even doorheen. Oké, hier ben ik begonnen met school. Daar heb ik vakken neergezet. Nou, ik heb bijvoorbeeld maandag cijfers en 2 uur video. En als ik dan klaar ben met die uren, dan zet ik er een vinkje voor. Dan heb ik het onderdeel YouTube. En daar staat in zeg maar vlogmus. 18 komt dan online. Nou, vlogmus 25 ben ik dan aan het opnemen. En dan probeer ik de vlog van de vorige dag te editen, de thumbnail te maken en de vlog in te plannen. En dat voor de hele week. Even hoe en wat, zeg maar wanneer ik tijd heb om de vlogs te monteren. Dan vervolgens heb ik hier privé en daar staat dan zeg maar in presentatie maken voor maatschappijleer. Leren voor mijn Nederlands. De action wil ik eventjes naartoe voor stickers. Want planning vind ik wel heel leuk met stickers en zo. Gewoon vooral omdat het gewoon mooi staat en zo. En hieronder heb ik mood. En dan moet ik per dag gaan kijken. Oké, het zijn 10 bolletjes. Was mijn mood een 5, een 6, een 7, 8 of bijvoorbeeld een 4? En dat voor de hele week. Nou, hier presentatie. En dan moet ik ook nog een kerstdiner maken. Voor school, want hier heb ik thema, maar we hebben dan iets voor school. En bijvoorbeeld hier staat dan een koffer inpakken voor deze dag. En wat ik wel leuk vind is dat ik hier weekend en holiday heb staan voor het weekend. En dan hier heb ik nog week 51 staan en hier heb ik de YouTube groeier, de groei van mijn YouTube kanaal gezet. Op 18 december ben ik begonnen met 865 abonnees en dan ga ik aan het einde van de week, op de 24e, ga ik kijken wat voor abonnees ik dan heb gehaald. Vond ik wel handig. En dat het met Marcia Planner staat. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Moet ik dit vaker doen? Laat maar even weten in de comments. Doe die thumbs up. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet me zeker niet te volgen. Op Twitter, Instagram en Snapchat. Allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie in de volgende video.